Zaterdag 6 augustus stond bij TEC in Tiel in het teken van de generale repetitie voordat het nieuwe seizoen van start gaat. Een serieuze oefenpartij stond er op het programma. Er werd gevoetbald tegen SVV uit Scheveningen, die in het nieuwe seizoen uitkomt in de derde divisie. Beide verenigingen hebben een vriendschappelijke band met elkaar, met name te danken aan een gemeenschappelijke sponsor, EB Personeelsdiensten uit Tiel. Voordat de spelers naar Sportpark de Lok afreisden, waren zij eerst nog te gast bij hun hoofdsponsor, waar nog enkele dankwoorden vanuit Scheveningen werden gesproken. Misschien dat het eerder was opgehangen als... Ja, maar dit wil ook opgehangen. En daar staat het voorbij. Maar nogmaals bedankt alvast voor de uitnodiging. Helemaal goed. Jongens, heel hartelijk bedankt. Als je wilt. Dan de wedstrijd. Allereerst de opstellingen van beide ploegen. Te beginnen bij TEC. Op doel, Sebastian van der Sman, Matthijs van Gessel, Rendel Sjakisson, Bart Westerlaken en Gregory Vierek vinden we in de achterhoede. De middenvelders Nehemia Senaki, Ibrahim Alleskan en Jos Peltzer. En de voorhoede werd gevormd door Mohamed Nouri, Ronaldo Jongebloed en Joël Sanaki. Dan de elf voetballers van SVV uit Scheveningen. Jesper Leerdam op doel, Ruben Koondijk, Samir El Moussaï, Michel Ros en Kevin Gomez Nieto in de achterhoede. Peter Jungsleger, Leroy Resognaccio en Levi Schwiebe op het middenveld. Mitchell de Vlucht, Marvin Nieuwlaat en Angelo Vient. Dat zijn de voorhoedespelers van SVV uit Scheveningen. Het hoofdveld van TEC kan nog altijd niet worden bespeeld omdat de nieuwe grasmat nog niet speelklaar is. Daarom werd er uitgeweken naar het kunstgrasveld. Beide ploegen maakten meteen duidelijk dat men de wedstrijd serieus nam. In de beginfase was TEC de betere ploeg, maar duidelijk was te zien dat de ploeg nog niet op elkaar is ingespeeld. Jip Bartels speelde bijvoorbeeld niet mee. Hij komt terug van een blessure en speelde mee bij het tweede elftal, waar hij overigens scoorde naar een voorzet van nieuweling Joey Broks. SVV kwam met regelmaat gevaarlijk voor het doel, maar Van der Sman hield zijn doel leeg. Een lichtpuntje was de terugkeer van Bart Westerlaken. Hij speelde een helft mee en ook de Fris. SVV speelde scherp en liet duidelijk blijken dat men niets weg wilde geven. Zij spelen hun eerste wedstrijd thuis tegen Jong Groningen en willen zich minimaal handhaven in de derde divisie. Bij TEC ging veel mis. Met name de aansluiting naar de voorhoede was bij tijd en wijle dramatisch. Gevaarlijk bij SVV was in de eerste helft Barry Rog. Hij mikte de bal echter op de lat. In de tweede helft bracht trainer Van den Berg een aantal wissels binnen de lijnen, maar daardoor ging het elftal niet echt beter voetballen. Dat had ook te maken met het spel van SVV. Hard maar fair werd er gestreden in de duels. TC kwam een aantal keren gevaarlijk voor het doel en het was uiteindelijk de wind die dan ook via een mooie individuele actie de van RKC overgekomen Jos Peltzer vlak voor tijd in staat stelde de 0-1 binnen te tikken. Ilko Becker, vandaag deze wedstrijd, oefenwedstrijd, de laatste voordat het seizoen officieel begint van TEC tegen SVV uit Scheveningen. Waarom? Ja, waarom? TEC, daar ben ik tweede sponsor, zeg maar, achter Van Dijkhuizen. En bij SVV ben ik ook tweede sponsor achter verschillende sponsoren die daar bezig zijn. En ja, het is leuk om deze twee ploegen tegen elkaar te zien voetballen. Jij bent ook initiator van dit gebeuren. Een vriendschappelijke wedstrijd, maar dat was op het veld niet altijd te zien. Nee, ik vond ook dat er af en toe behoorlijk ingekleund werd, om in voetbaltermen te spreken. Ja, weet je, eigenlijk wilden beide ploegen toch wel winnen. Hè? Dan gebeurt dat. Maar ze vergeten af en toe dat het een oefenwedstrijd is. En dat men wel om de benen en de engels moet letten. Goed, kijkend naar de centjes, zijn die goed geïnvesteerd bij zowel TEC als bij SVV? Ja, weet je, als ik naar zo'n wedstrijd kijk naar het niveau, dan denk ik dat deze twee ploegen wel aan elkaar gewaagd waren. Dat er ja, uiteindelijk gewonnen wordt door TEC, weet ik niet of dat de juiste weerspiegeling is van de wedstrijd. Ik hoop dat het volgende week met TEC in ieder geval wel beter gaat tegen Katwijk. Dan zullen ze er moeten staan, want Katwijk is niet misselijk. Frits van den Berg, een oefenwedstrijd die heel wat zegt, hè?
Ja, voor ons was het vandaag belangrijk om na de wedstrijd die we gespeeld hebben en met name ook vooral de tegengoals die we gehad hebben, om echt vandaag op de nul te spelen. Nou, dat is gelukt, ja. Maar het doelpunt te maken, oftewel voorin, staat nog niet zoals het moet. Nee, we hebben voorin hebben duidelijk problemen. We zijn echt aan het zoeken en we weten natuurlijk wel de mogelijkheden en de onmogelijkheden van sommige spelers. Maar dat het voorin zeker nog niet goed is, dat hebben we hier zelf gezien. Jip was geblesseerd, is aan het teruggekomen. Ja. Hoe staat het daarmee? Nou, Jip heeft vandaag gespeeld in het tweede elftal. En die zijn uitgegaan naar DTS in Ede. Jip heeft 90 minuten gemaakt, wat ik begrepen heb. Heeft weer gescoord. Dus die zal eerst weer fit moeten worden en om weer de juiste aansluiting te maken. Ja, dat is dus een lichtpuntje. Ander lichtpuntje, Troemin Balrak. Ja, Troemin is eigenlijk vanaf het begin is die gewoon goed bezig. En nou hopen we eigenlijk eens een keer dat hij heel blijft. En dat hij niet weer terugvalt in een hele langdurige blessure. Dus hij heeft echt laten zien dat hij voor de voorhoede en versterking kan zijn. Hetzelfde geldt voor Westerlaken. Erik van Dee, geblesseerd. Ja, Erik, dat is heel triest. Het is een zware blessure. Erik heeft zijn knie verdraaid. Die heeft een scheurtje in de mediale band. Dat wil zeggen in de binnenband is dat. Ja, aan de binnenkant van zijn knie. En die zijn we gewoon 3-4 maanden kwijt. Moet Katwijk gevreesd worden? Ja, want ik heb Katwijk gezien. En Katwijk heeft op mij wel indruk gemaakt, ja, in die wedstrijd tegen Huizen. Ze hebben die wedstrijd vrij makkelijk gewonnen met 3-0. En ik heb wel bepaalde dingen gezien waar ze ook kwetsbaar zijn. Dus we hopen dat we ze daar in ieder geval daarin pijn kunnen doen. Maar dat is een hele geduchte tegenstander. En dat weten we ook, want ze hebben niet voor niks vorig jaar in de competitie heel lang bovenaan gestaan. We staan aan het begin van een nieuw seizoen. Deze oefenwedstrijd, hoe kijk je erop terug? Nou, dit was voor ons eigenlijk een hele serieuze oefenwedstrijd die we heel serieus aanpakten, zeg maar. Vooral voor één week voor het begin van het seizoen. Dus en zo hebben we het ook benaderd en zo denk ik dat we het ook gespeeld hebben. TSC heeft veel meer mensen, hè? 6 of 37, dat is de totale selectie. Dat is inpassen geblazen. Klopt. Je ziet nou dat we hebben eerst 2-3 weken sowieso met z'n allen gezamenlijk getraind. Dus het is natuurlijk wat drukker en wat wennen aan elkaar. Maar goed, we hebben langer doorgaan vorig jaar, dus we zijn sowieso aan elkaar gewend. En dat is wel dat is een goede, echte groep geworden weer. Nou. Als we het even over de wedstrijd hebben, vertel. Nou, ik denk dat we het in het begin moeilijk hadden, vooral met een compacte speelstijl en snelle mensen, dat ze daar eruit willen komen. En dan zie je na een minuut of 20, 25 dat we het dan wel weer goed oppakken voor ballend. En dan dat we dan iets eerder de lange bal zoeken. En dat we dan meer creëren. Dan zie je dat we 2-3 hele goede kansen creëren, denk ik. Nou, je hebt zelf een degelijk kapot gevoetbald. Toch zie je dat er nog een aantal jongens zijn die nog niet op het niveau zitten waar ze horen te zijn. En nieuwe jongens die moeite hebben om aan te sluiten. Ja, dat klopt. Ik denk dat wij sowieso nog steeds niet allemaal 100% zijn. Dat denk ik sowieso. Maar dat zie je ook wel. En ik denk dat wij volgende week gewoon weer een goed begin kunnen en moeten maken. En dat zullen we ook zeker gaan doen. Dus we hoeven niet te vrezen in Katwijk? Nee, dat is nergens voor nodig. Komt goed. De trainer van SVV, John Blok, een oefenwedstrijd, maar een oefenwedstrijd, maar toch. Ja, maar een nuttige oefenwedstrijd. En een week voor de competitie is dat toch net even iets anders dan de andere oefenwedstrijden. Goede tegenstander ook. En ja, goed, het is jammer dat we hem nog vlak voor tijd weggeven. Maar ja, goed, ik heb goede dingen bij ons gezien. Nou, jullie hebben hier respect afgedwongen, een voetballende ploeg. Hoe staan jullie ervoor in die derde klasse? Is nog moeilijk te zeggen. We misten vandaag toch vrij veel mensen en vooral voorin. Achterin en op middenveld stond het wel ongeveer zoals het verleden jaar ook stond. Dus daar zit het automatisme nog wel in. Alleen je hebt ook kunnen zien dat voorin erg jong was. Met veel nieuwe jongens. Ja goed, dan is dat lastig. En de creatieve jongens zoals Renzi Baradas en met Aldogan. Ja, die zijn nog steeds geblesseerd. Tim Peters nog niet, Sandro Calabro nog niet. Ja, dan heb je het wel over aardig wat spelers al die voorin ook het verschil kunnen maken. Ja, dat missen we vandaag nog eventjes. Hè. Maar goed, het ziet er nu naar uit dat die volgende week ook nog niet fit zijn. Dus we zullen het hiermee moeten doen. Ja, volgende week spelen jullie eerste wedstrijd tegen Jong Groningen, hè, als ik me goed heb laten voorlichten. Ja, dat is de eerste thuis. En ja, goed, dat is voor ons ook moeilijk in te schatten. Uiteraard bekijken we ze. Ja, je weet nooit wat je moet verwachten, hè, van die jong BVO's. En het kan zomaar zijn dat ze volgende week weer met andere spelers spelen dan vandaag. Maar goed, we gaan normaal gesproken altijd van eigen kracht uit. En dat zullen we volgende week ook doen.
Jij bent echt een clubman. Al jarenlang bij SVV verbonden geweest, weliswaar soms weg geweest, maar ook weer terug. Wat maakt die club nou zo bijzonder? Ja, een club wordt altijd bijzonder gemaakt door de mensen die daar werkzaam zijn natuurlijk. En ik mag wel zeggen dat er wat unieke mensen lopen bij Scheveningen die al jarenlang zich ontzettend daarin zetten. De verbondenheid is erg groot om er met elkaar wat van te maken. Dat geldt voor spelers, voor bestuursleden, voor vrijwilligers, maar ook voor sponsoren. Dat zie je vandaag ook, die zijn er ook weer bij. Ja, dat maakt die club toch redelijk uniek, omdat je met hele beperkte middelen toch denk ik uitermate goede prestaties levert. Ja, en een fantastische ambiance daar in Scheveningen, op jullie sportpark. Ja, absoluut. Absoluut. Dat wordt altijd mede mogelijk gemaakt door alle vrijwilligers. Hè, dat wordt wel eens vergeten, die er toch voor zorgen dat die jongens elke zaterdag weer aan de bak kunnen. En dat wordt ook gewaardeerd, denk ik. En ja, ik denk dat we ook een hele trouwe kern met supporters hebben. Dus jij zit daar goed. Voorlopig de komende jaren ben je daar niet weggeslaan. Ja, dat weet je nooit van tevoren. Hè? Maar die intentie is er wel. Ik ga nu mijn 13e jaar al in. 18 jaar achter elkaar. Alleen je moet daar altijd wel heel kritisch naar kijken. Werkt het toch? Vanuit mezelf, maar ook vanuit de club natuurlijk. Maar uiteraard is de intentie daar om het met elkaar weer wat van te maken. Alleen zolang ik uitdagingen zie en het bestuur tevreden is, zou ik niet zo snel weggaan. Ron Klein, voorzitter van SVV uit Scheveningen. Een leuke ontvangst hier in Tiel? Ja, geweldig. Geweldig. Het is mooi weer, maar dat heeft niemand in de hand. Maar voor de rest is alles goed geregeld. Je ziet het als je... Ja, dan kunnen de mensen het camera natuurlijk niet zien, maar we hebben hier, we zijn goed ontvangen. We hebben een leuke partij voetbal op een goed veld gespeeld. Goede begeleiding. En nu na de wedstrijd ook nog eens een keer even gewoon een lekker hapje en een drankje. Dus ja. Maar wel met nul punten naast. Bij een vriendschappelijke wedstrijd worden er geen punten uitgereikt. Dus we kwamen met niks en we gaan met heel veel weg, want we hebben een hoop geleerd, denk ik. Maar ik als voorzitter ga niet over het technisch gebeuren, daar hebben we onze andere mensen voor. Dus wat wij als bestuur en supporters, met een paar supporters mee, maar ook wat sponsoren en bestuur. Als we dat meenemen, gaan we met de koffer vol naar huis. Is SVV is een hele mooie club, zit helemaal in die samenleving in Scheveningen. Jullie hebben het goed voor elkaar, hè? Wij zijn trots op wat we doen. Ik vind nooit dat je van jezelf kan zeggen of je het goed voor elkaar hebt, vind ik. Ik bedoel, dat moeten andere mensen zeggen. Hè? Nee, maar even om aan te geven, bij een thuiswedstrijd, hoeveel mensen zijn er dan bij jullie? We hebben gemiddeld 900 toeschouwers, gemiddeld. Dat was afgelopen jaar. Wij verwachten dit jaar, komende seizoen, in de derde divisie zelfs nog iets meer te gaan halen. Want we hebben heel veel clubs uit onze regio die bij ons zitten. Dus ik verwacht dat wij die wel een goed ontvangst kunnen geven. En dat hebben we goed geregeld. Dat begint met de ontvangst, kaartverkoop, security, voorzieningen treffen voor die mensen, barbezetting. Alles moet gewoon top geregeld zijn. Nou, daar zijn wij met een club en onze vrijwilligers flink mee bezig. Ja, dat is leuk. Dit jaar waren jullie in Tiel, volgend jaar in Scheveningen? Ik heb er toevallig net met de technische staf van Tech over en met de sponsoren. Ik heb ze uitgenodigd en het ligt aan hun wat ze doen. Het lijkt me leuk om daar een jaarlijkse happening van te maken. He, er zijn toch wat linken. En als we dat kunnen doen met een soort railprogramma, dat we nu hier zijn geweest en volgend jaar jullie bij ons in Scheveningen, altijd welkom. Iedereen is in Scheveningen welkom. Dus vandaar is altijd goed. Ja. De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de tweede divisie speelt TSC tegen Katwijk. Die wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 13 augustus en begint om 6 uur. De eerste thuiswedstrijd vindt plaats op zaterdag 20 augustus. Ook die wedstrijd begint om 6 uur. Op Sportpark De Lok ontvangt TSC dan Jong Sparta Rotterdam. Graag tot dan. Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot de volgende keer.